Tijdens de Maritime Delta Student Challenge worden mbo-studenten geactiveerd richting de maritieme sector. Tijdens deze dag krijgen studenten uit Dordrecht en Rotterdam de kans om kennis te maken met concrete uitdagingen en problemen uit de maritieme sector. En kunnen ze kennis maken met meerdere bedrijven voor leerwerk en stageplekken. De challenge die wij als Oceanco hier presenteren gaat over onze nieuwe faciliteiten in Zwijndrecht. Hier hebben we een grote loods staan en die moet een stuk duurzamer worden dan deze nu is. De inzet van de mbo'ers vinden wij fantastisch. Enerzijds omdat het zo praktisch is, maar ook de jonge creatieve geest die er nog bij zit, zorgt echt voor mooie oplossingen. Als ik bij de ondernemingen langskom, dan is dat het eerste wat ze zeggen. We zouden harder kunnen groeien als we vooral gekwalificeerd personeel zouden hebben. En daarom is zo'n evenement als dit zo waardevol voor de regio. De hele wereld is vol van de klimaatverandering en de maatregelen die ervoor nodig zijn. Nou, dat zie je hier ook in de maritieme sector. En het is dan heel mooi om te zien dat nu de generatie van die toekomst nu ook meedenkt om die technologieën voor die toekomst, om nog duurzamer te kunnen varen, hier in de praktijk brengen. De winnende groep had uiteindelijk een combinatie van oplossingen, waaronder gekoelde zonnepanelen waarvan we de warmte ook konden hergebruiken. Het slim opendoen van de deuren om te zorgen dat we geen warmte verloren. En het opvangen van de warme processen en de warme temperatuur daar. En die hergebruiken in andere loodsen. Ons idee was om door aardwarmte stroom op te wekken. Ik heb het als zeer positief ervaren. Leuke bedrijven, leuke challenges ook. Het zorgt toch eventjes voor een ander denkbeeld. En ook gewoon leuk dat de bedrijven die hier aanwezig zijn, dat die ook gewoon heel betrokken bij je zijn. Ze willen je gewoon echt helpen. Ik vond het vooral leuk dat je moest nadenken over bepaalde problemen waar de bedrijven tegenaan liepen. Dus zodat ze er uiteindelijk wat aan hadden.